Helemaal vandaag Jordan van het Gamingcast en welkom terug bij een nieuwe episode van het Terraria DGC Road to Hollowed Armor Let's Play. En vandaag gaan we proberen de Twins te verslaan en ik heb al een Mechanical Eye. En volgens mij had ik die als drop gekregen, ik weet niet meer zeker waarvan. Er was een of andere event volgens mij, in een bepaalde nacht. Die had ik geloof ik niet gerecord, toen was ik zelf eventjes aan het spelen. En toen kreeg ik de Mechanical Eye als drop, dus het kwam gewoon perfect uit. En toevallig waren de Twins, die waren ook tot leven gekomen op een bepaalde nacht. Dan, jullie weten misschien wel dat er in bepaalde nachten een paar van die eindbazen gewoon gesummend worden. Dus nou ja, in ieder geval dat is gebeurd. Alleen ik had ze toen helaas net niet doodgekregen. Ik was zelf net omgelegd helaas door ze, doordat ik niet genoeg potions bij me had. Tenminste niet genoeg, ik had geen buffs, laat maar zeggen. Dus geen speed of regeneration of zoiets dergelijks. Maar, ik wilde ook binnenkort King Slime gaan verslaan, daarvoor heb ik die. Alleen, ik moet alleen nog eerst rubies fixen om de kronen te fixen, om King Slime te kunnen maken, zeg maar. Vandaag gaan we dus de Twins verslaan. En allereerst wil ik dan eventjes kijken naar wat potions die we nodig gaan hebben. Shine Potion kan op zich handig zijn. Een Hunter Potion, ja, hoeft niet per se, maar oké. Archery Potion, Thorns, hoeft niet per se. Het zijn niet bijster moeilijk ofzo, alleen eventjes kijken of het wel goed gaat lukken. Featherfalling Potion? Nee, die gaan we niet gebruiken, die vind ik niet zo heel chill, die hoort daarbij. Een Swiftness Potion kan handig zijn. Iron Skin, ja, die is altijd welkom natuurlijk. Regeneration? Ja, waarom niet, we kunnen altijd meer maken. Mana Regeneration hebben we niet nodig, want we gaan met de Mega Shark schieten. Misschien een heel klein beetje met Mage, maar dat weet ik nog niet zeker. En dat is dat. Dus dan hebben we de potions. Ik heb trouwens ook wat hallowed seeds geplant. En wacht, trouwens. Oh ja, ik heb jullie het huis nog niet eens laten zien. Ik heb een beetje terraforming gedaan. En zoals je ziet, hier de vorm van een, hoe moet je het noemen? Soort kasteelachtige toren is nu geworden. Ik weet alleen nog niet wat voor achtergrond ik wil gaan gebruiken voor de toren. Maar ja, zo ziet het er nu in ieder geval uit. Ik vind, het kan ermee door, zou ik zeggen. Dus voor nu laat ik het zo. Dan is het prima. Wat ik ook heb gedaan, is ik heb hier een beetje van... Ik heb hier de mushroom farm verwijderd. Omdat het muziekje eigenlijk best wel bout was. Daarom heb ik dat verwijderd. En ik heb hem hier ook een stukje ingekort. Zodat je hier niet continu dat muziekje van de mushroom farm krijgt, zeg maar. Wat wil ik nog meer doen voordat het nacht wordt? We moeten natuurlijk nog eventjes wachten op de nacht. Ik kan jullie wel eventjes laten zien waar ik die hallowed seeds heb geplant. Dat is hier ergens, ja. Je ziet dat het zich hier begint te verspreiden. We kunnen er wel even snel naartoe gaan, denk ik. Want de nacht duurt toch nog wel eventjes voordat het begint. Hier had ik trouwens weer geblokkeerd de mushroom biome. Want ik wil niet dat er overal mushroom biome aanwezig is. Want dat vind ik niet zo baas. Het staat niet zo cool. 2200 bullets. Ja, is genoeg voor de twins. Ik wil ook eventjes checken snel. Maar we kunnen zo meteen altijd nog extra bijkopen trouwens. Op zich is het wel handig als we dat... hier heb ik trouwens ook hallowed seeds geplant. Ik heb ze eigenlijk net geplant, dus ze is net bezig met spreaden. Dus het komt wel goed, denk ik. De reden waarom ik hallowed seeds heb geplant is omdat ik... ik wil liever hallow dan corruption overal. Hier zo, corruption, dit is crimpton. En crimpton is best wel aan relaxed, want daar heb je ook van die overpowered mobs, weet je wel. Het ziet er een beetje saai uit, grimmig, donker... En hallowed is allemaal verlicht en weet ik veel wat. Dus vandaar dat ik het hier heb geplant. Ik heb het nog op een paar andere plekken gedaan. Wat we trouwens ook in een van de komende episodes gaan doen... is de Plantera verslaan. Ja, gewoon Plantera. Ik zat even na te denken over de naam. Die kan je in de jungle verslaan nadat je hard mode hebt... nadat je in hard mode zit. En je moet een metalen boss verslagen hebben. Dat hebben we gedaan. We hebben de Destroyer verslagen... En daarna kun je dus de Plantera gaan verslaan. En die kun je vinden in de underground jungle. Trouwens, chest, die had ik nog niet gezien. Trident. Nou, daar hebben we eigenlijk niks aan, hè. Nee, laat ik die maar gewoon lekker staan. Trouwens, de chest is wel cool op zich. Hoeft niet. Trouwens, die is best wel sterk, die enemy. In ieder geval, allemaal dat soort enemies krijg je dan hier. En vandaar dat ik hier gewoon hollow heb geplant. En zoals je ziet, het gaat zich nu gewoon hier zo spreaden. Ik hoop dat het deze crimpton deels overneemt. Dat denk ik wel. En de andere kant op heb ik ook hallowed geplant. Om deze crimpton een beetje in te korten. Dat is hier dus nu ook aan het spreaden.
Hier ook. En weet ik wat allemaal. Ik heb het hier ook nog gepland. Om de Crimpton tegen te houden. Om dit stuk van het land over te nemen. Dat wil ik dan liever door Hollow laten overnemen dan Crimpton. Maar oké, dat is dat. We kunnen even kijken of we Plantera kunnen vinden in de Underground Jungle. Dan moet ik eventjes een ingang fixen. Ik dacht dat ik hier ergens een ingang had. Maar wacht even hoor. Even snel van die plant weg. Ja, deze ingang. Oh, trouwens hebben we ook nog de dungeon hier natuurlijk. Tenminste, dungeon. Oh, wacht voor. Die is sterk, die guy, jongen. Holy shit. Als we tortoises krijgen, dan kunnen we tortoise shell armor maken. Dat is ook ziek sterk, trouwens. Dat kunnen we ook binnenkort maken, denk ik. Alleen moet ik wel eventjes een hoop farmen daarvan, van die guys. Oh ja, dit is ook een nieuwe ore. Dit is Chlorophyte ore. En die kunnen we pas minen met, ik denk, hollowed pickaxe. Maar dat weet ik niet zeker. Dus daarna, na Hollowed Armor, gaan we gewoon door. Ik wil gewoon helemaal de game uitspelen met jullie. Ook al was het in eerste instantie Road to Hollowed Armor. Ik wil gewoon de hele game met jullie uitspelen. Dus dan gaan we gewoon lekker door met de andere armors. En oké. Dan is denk ik Chlorophyte is het eerstvolgende armor dat we dan gaan maken, denk ik. En we zoeken nu op dit moment trouwens, voor de mensen die het niet weten hoe Plantera eruit ziet. We zoeken nu gewoon naar een, een plant met een paarsachtige gloed eromheen. Zou ik maar zeggen. En ik denk niet dat we hem gaan vinden hoor. Maar wie weet, dan weten we alvast waar die is voor de volgende episode. Want misschien gaan we een van de volgende episodes wel verslaan. Dan krijgen we de temple key. En dan kunnen we hier zo is de tempel. Dat zie je niet zo heel goed. Maar dit bruine hier, dat helemaal omringd is zo. Is helemaal omringd. Dat is de dungeon. Of nou ja, dungeon. Wat is het? Dungeon. Guardian dungeon. Oké, dat klonk een beetje droog. Maar ja, zoiets. Daar komt het op neer. En oh, trouwens, hier is die. Hier is de zijkant. En als het goed is het. Oh, trouwens. Daar kun je trouwens de Dungeon Guardian bevechten. Daar zo, bij het altaar. Maar nou ja, dat is dat. We moeten eerst Plantera zelf nog zien te vinden. Ik denk niet dat we hem gaan vinden. Misschien dat we, als we na de Twins hebben verslagen, misschien dat hij dan makkelijker te vinden is. Ik weet niet. Maar nou, in ieder geval nu is hij nog niet echt te vinden, hè? Nee. Ik denk eerlijk gezegd, ik kan nu eventjes gaan wachten totdat het nacht wordt. En dan kunnen wij de Twins gaan verslaan. Dus laten we eventjes teruggaan naar, oh, trouwens, het is al bijna nacht. Dus dat is mooi meegenomen. Zo, sorry. Excuse me. Het is al bijna nacht, dus dat scheelt. Wat hebben we nog meer nodig eigenlijk? Die kunnen we eventjes in een chest doen. Oh, wacht, niet deze chest. Ik denk dat ik het eventjes in deze chest doe. Oké, een banner. Hebben we op zich niet zoveel nodig. En wat had ik nou nog meer? Oh ja. Ik had de Broken Batwing en de Broken Hero Sword. Zo, wat kan je daarmee? Met de Batwing, daar kun. Oh, wacht, trouwens, ik zal het wel eventjes met de guide toelichten. Dat is makkelijker. Dus gaan we even snel naar de guide toe. Dan kunnen jullie een beeld vormen wat voor item. Oké, dat was dom. Dan kunnen jullie eventjes een beeld vormen hoe de items eruit zien. Die je hiermee kan craften. Nou, Batwings kunnen we hiermee maken. En daarvoor hebben we nog 20 Soul of Flights nodig. Maar die kunnen we gewoon in de volgende episode kunnen we gemakkelijk halen. En met een Broken Hero Sword kun je de True Knight's Edge maken. En nou, daarvoor heb je dus een Broken Hero Sword en een Knight's Edge nodig. We kunnen een True Excalibur maken. Dat is een zwaard dat je maakt uit Hollow Bars. En nou, dat is dus gewoon een verbeterde versie van de Excalibur. En oh, trouwens. Deze heeft very fast speed en fast speed. Oh, dat is chill. En daarna kunnen we de Terra Blade maken. En de Terra Blade doe je in combinatie met de True Knight's Edge en True Excalibur. En ook nog een Broken Hero Sword. En laat ik nou precies twee Broken Hero Swords hebben. Volgens mij. Oh, trouwens, dat is één te weinig. Ik heb nog één extra Broken Hero Sword nodig. Dan kunnen we de Terra Blade maken. Maar ja, dat komt dan wel. In ieder geval. Zal ik weer eventjes een extra buff fixen? Ik denk het wel. Die kunnen we hier weer terugstoppen. Ik wil nog eventjes snel. Oh, we hebben al een bowl of soep. Oké, sweet. Oké, we hebben geen extra buff nodig. Oh, wel. Pumpkins. Ja, ik heb een paar pumpkins bij. Volgens mij is precies serieus nog één pumpkin nodig. Wacht, volgens mij hebben we hier rechts waar als pumpkins staan. Dan kunnen we nog een extra buffer maken. Waardoor onze buffs nog iets sterker worden. Oké, cool. Snel terug naar het huis. Want het wordt nacht en dan kunnen we de twins gaan verslaan. Yes. Ja, hier zo. Pumpkin pie. Minor improvements to your. To all your stats. So, dus best wel chill. Oké, ja, we zijn eigenlijk wel min of meer prepared, zou ik zeggen. En ik denk dat het dan zo nacht gaat worden, denk ik. Ja, het is nacht. Hoppakee, het muziekje speelt. Dus we gaan naar onze arena. En dan gaan we de twins verslaan. Dus let's do this. Oké.
En ik hoop dat het dit keer wel lukt. Want vorige keer was het me niet gelukt. Dat was wel een beetje jammer. Maar oké. Okay. We gaan snel aan naar het einde van de arena. Oh crap, dat was een beetje damage. Nou, oké. Okay. Trouwens, is het ook wel handig om rond die vuurtjes te blijven. Nee, we gaan rennen. Dat is de tactiek. Oké, go. En buff. En waar zijn ze? Oh, daar zijn ze. Oké. Okay. Cool. We gaan eerst ons focussen op de... Ja, op de groene. Dat is Spasmatism. En dat is eigenlijk de makkelijkere versie om te killen, soort van. Want die andere, de rode, de Resonator, die heeft zieke lasers. En die is wat moeilijker te killen dan, ja, dan die ander. Dus we gaan eerst proberen hem uit te schakelen. Spasmatism. En vervolgens kunnen we ons focussen op, ja, Resonator. Dus, nou ja, oké, we hebben genoeg buffs. Dus het zou redelijk goed moeten gaan. Oh, trouwens, we moeten terug. Dit is het einde van de arena. Cool. En het is wel chill dat we die lightning boots hebben, want we kunnen nu gewoon door blijven rennen. En af en toe spring je een beetje, weet ik wat allemaal. En met een beetje geluk kunnen we trouwens Spasmatism, ja oké, die gaat nu transformeren. Met een beetje geluk raakt hij nu los van de Resonator. En dan zien we hem niet meer terug. Dan is hij gewoon gekilled. Oh nee, even, hij is er nog volgens mij. Ja, volgens mij is hij er nog. Of nee, hij is losgelaten. Ja, oké, chill. Dat is eigenlijk wel jammer voor de video, maar hij heeft losgelaten, dus... Nu hebben we... Spasmatism is nu gewoon dood eigenlijk. Dus, nou oké. In ieder geval, dan blijven we met de Resonator over. En ja, die kunnen we eigenlijk gewoon nu simpel op focussen. Dan moet je kijken, we doen echt dikke damage op die guy. Dus, ja, dit moet wel goed komen, denk ik. We hebben nog steeds 400 HP. Hij kan ons nauwelijks raken. Maar bij 10.000 HP transformeert hij. Dat gaat... Dat is nu gebeurd. Oké, ja, dat is nu gebeurd. Hij heeft nu volgens mij wel minder defense. Maar hij heeft nu wel een stuk hogere attack. Dus hij is nu wel een stapje sterker. Maar ik denk dat we gewoon... ja, goed te doen. Trouwens, het gaat echt een stuk beter dan vorige keer. Vorige keer werden ze in de nacht opeens gespand. Ja, jullie waren er niet bij hoor. Maar toen werden ze ineens een nacht gespand. En toen ging ik... Op het laatste moment ging ik serieus dood. Toen hij zoveel levens of zo nog had. Nee, 2000 of zo. En toen had ik geen buffs aangezet. Dus nou ja, nu wel. Dus dat gaat een stukje makkelijker. Maar in principe, die lasers zijn best wel ziek. Trouwens, ze zijn best wel sterk. Dus je moet je wel voor uitkijken. Maar de titanium armor, hè, is beter dan adamantite armor. Dat je in een andere wereld zou kunnen krijgen. Dus ik zat ook trouwens te vergelijken, hè, die armors en zo. Trouwens, nice, twins, down. Cool. Hallo bars, 23, awesome. 10 greater healing potions. En twins defeated, awesome. En hier zijn ergens de souls. Thank you. 27 soul of sight. Dat is best chill. Het zijn aardig wat. En trouwens nog ruim... van onze buffs over. Kunnen we niet nog iets doen? Snel. Kunnen we niet nog iets bevechten ofzo? Het is eigenlijk wel zonde van alle buffs die we nu nog over hebben. Kunnen we niet nog iets leuks doen even snel? Geen idee. Oké. Okay. Ja, we zijn nu echt ziek overpowered eigenlijk. Dus we kunnen eigenlijk nog best wel wat doen. Alleen wat? Hebben we hier nog ergens iets dat we kunnen tot leven kunnen roepen ofzo? Weet ik veel. Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Nou, laten we eerst eventjes... Oh ja, we kunnen op zich wel eventjes snel naar de onderwereld gaan. En even wat dingetjes killen daar. En dan kunnen we zometeen gaan checken wat we met de Soul of Might kunnen doen. En dan denk ik dat een van de volgende episodes dan maar Skeletron Prime ook meteen maar meepakken. En na Skeletron Prime doen we dan hoogstwaarschijnlijk Plantera. Ja, ik denk dat dat wel een goede is op zich. Oeh, die crawlers, die moet je echt voor uitkijken. Die zijn sterk. Hoge attack vooral, dat is echt ziek. Oh, trouwens, ik kom nog steeds van zo'n duivels, of van zo'n red devil. Die kunnen, ja, wat zijn het? Ze kunnen wings droppen. En die zijn dan rood gekleurd. Ja, eigenlijk vuurachtig gekleurd. Die zijn best awesome. En die heb ik ook nog niet op mijn andere karakter. Dus ik zou die op zich wel willen hebben. Maar, nou ja, oké. Dat misschien als ik ooit nog een keer geluk heb, dan krijg ik die. Zo, gaat lekker. gaat echt lekker. Oké, een meteorite is landed. Oké, dat is niet... Oh, trouwens. Dit is een mimic. Yep, mimic. There we go. Die killen we sowieso. Dat is super chill. Daar kunnen we een philosopher stone van krijgen. Nope, magic dagger. Daar hebben we ervan gekregen. Dat is op zich ook een chill wapen hoor. Magic dagger. 58 mage damage. Je moet je maar kijken. Die kan je gooien. En ja, je ziet het. Het is best wel een sterk wapen op zich. Maar je houdt hem gewoon. Dus het is gewoon een magic wapen. Het is wel... Tig wel awesome. Buffs zijn bijna uitgewerkt. Oké, trouwens. Die moet je echt gaan farmen, die Crystal Shards. Ik weet niet hoeveel van mijn kijkers dit ook spelen, Terraria. Maar Crystal Shards farmen is een hele goede bron van geld maken in het spel. En ik zal je zo meteen laten zien waarom.
Of hoeveel ze dan waard zijn. Oké, jij bent down. Oh ja, trouwens, ik was nog niet helemaal klaar met het gesprek. Wow, wat? Wat? Oké, er is een banner, want het gloeide een beetje raar. Ik zat heel even te kijken. Oké, Soul of Light. Awesome. En de buffs zijn min of meer uitgewerkt. Oké. Dan kunnen we denk ik weer terug naar boven gaan. We hebben hier niet zo heel veel meer te zoeken. Ik heb trouwens nog wel een paar keer de Wall of Flesh gekilled. Ik dacht, vinden jullie het toch niet zo boeiend om te zien. Dus dat heb ik even geskipt, de Wall of Flesh. En ik heb er nog een aantal drops van gekregen. Ja, de Wall of Flesh Trophy. Die kunnen we in onze Trophy Room plaatsen. En even kijken, wat nog meer. Ik heb er nog een paar items van gekregen. Hier zo in de chest. Denk ik. De Laser Rifle, de Breaker Blade... De Nasty Poison Staff, die heb ik volgens mij daar ook van gekregen. Of had ik die ook al vorige episode? Weet niet zeker eigenlijk. In ieder geval een Warrior Emblem en een aantal Ranger Emblems. Die heb ik ook al hier. Maar wat we met de Ranger Emblems kunnen doen, we kunnen het combinen met een Warrior Emblem en een Sorcerer Emblem. Dat is voor Magic. En als je die drie combined, ja, dan scheelt het gewoon weer één slot, laat maar zeggen. Dus nou ja, jullie begrijpen in ieder geval hopelijk wat ik bedoel. Maar oké, laten we even checken hoeveel dan die Crystal Shards waard zijn. Dus dat kunnen we op zich wel doen bij de Merchant. Crystal Shards. Trouwens, ik had meer verwacht eigenlijk. Maar in ieder geval 5 Crystal Shards. Dat levert je dan maar liefst 80 zilver op. Dus bijna 1 goud. Dus dan moet je even kijken hoor. 80 gedeeld door 5. Nou, 10. 30 gedeeld door 5 is 6. Dus nou, 16 zilver per stuk. En op zich, als je gewoon farmt, dan is het een redelijke, chille inkomstenbron. Trouwens, die kunnen we gewoon meteen verkopen, want die gebruik ik toch niet. En daar heb ik er nog een aantal van liggen. En ik ben ook achtergekomen dat die souls ook heel veel waard zijn. Hier moet je kijken, 54 goud. Dat is echt ziek, ziek veel waard. Dus dat is ook wel awesome, eigenlijk, als je dat wilt farmen. Oké, dat was dat. Dan gaan we nu kijken wat we met de Soul of Might kunnen doen. Dus waar is die guide? Ja, die is nog steeds in het onderste huisje. Chill, daar had ik hem ook geplaatst. Oké, Soul of Might. Wat kunnen we er allemaal mee doen? Nou, je kunt dus de 5 Legendary Keys maken. Want daar heb je alle 3 de soorten souls van nodig. Van de Destroyer, dat is de Soul of Fright. Soul of Might van de Destroyer. Oh, wat? Zeg ik het verkeerd? Skeletron Prime, de Destroyer en de Twins. En ja, dan heb je de Key Molds nodig. En de Key Molds is een 1 op de 4000 drop in de biome waar je bent in Hard Mode. Dus ja, het is eigenlijk gewoon ziek moeilijk om te krijgen. Alleen ik heb dus, met heel veel geluk, heb ik de Frozen Key Mold gekregen. En ja, die zal ik zo wel even laten zien. En dus binnenkort kunnen we de Frozen Key maken. En kunnen we ook een ziekje chest openen. Maar oké, dat eventjes terzijde. Wat kunnen we nog meer? Op zich hebben we daar niet heel veel aan. Soul of Might. Ja, Magical Harp kunnen we maken. Is nou niet... Echt, ja oké, het is wel een redelijk awesome wapen, maar het is niet echt wat je zegt awesome. Fairy Bell kunnen we maken, dat is gewoon een lichtbron volgens mij. Ja, maar dan in een of ander Navi-achtig iets, weet je wel, van Zelda. Ik ken jullie vast van Navi. Zoiets ziet het eruit. En dan kunnen we er ook volgens mij in kleuren, maar dat weet ik niet zeker. En de Rainbow Rod. En trouwens, ik kan me herinneren dat je meer met Soul of My Side kon, maar dat weet ik echt niet zeker. Nou, blijkbaar dus niet, maar oké. En de Rainbow Rod. Nou, dan moeten we waarschijnlijk voor de Rainbow Rod gaan. Of we gebruiken gewoon de Soul of Sight puur voor de keys. Dus even kijken hoor. 15, 15, 20 en 25. Ja, we hebben precies genoeg. 27 hebben we er. Dus op zich kunnen we ook gewoon daar de souls voor gebruiken, voor de keys. En niet per se voor wapens. Maar oké, dat is... Oh, dat is niet handig. Oké, daar zijn de stoel. Daar zijn de souls. Ze ontsnapte bijna. Oké, maar we hebben nu dus de twins verslagen. Best awesome. Ja, dat was dat eigenlijk. Chill. Verder anders nog iets deze episode? Nee, denk ik niet eigenlijk. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende episode. Waar we waarschijnlijk de Skeletron Prime gaan verslaan. Dus nou jongens, ik zie jullie later. Bye bye.